Het nieuws dat Gunter Levy en Martin Jonkheren verdwijnen uit familie sloeg in als een bom. Zowel op en naast de set heerst er heel veel onbegrip. Fans richten massaal Facebookgroepen op als protest. Collega-acteurs reageerden verontwaardigd. Gaan de kijkers nu massaal afhaken? Dat is best mogelijk. Je kan ook te veel shockeren, zei Annie Gerards, beter bekend als de Bomma. VTM zelf laat zich niet overtuigen en blijft bij de beslissing. Een bron op de set liet ook weten aan Dag Allemaal dat er onrust op de werkvloer heerst. Als een Van den Bossen moet vertrekken, gaan hier alle alarmbellen af. Want dan is niemand nog zeker van zijn job. En ook Herman Verbaat, de bedenker van Familie, is aangeslagen door het nieuws. Dit doet mij iets, mijn hart bloedt. Hij vindt dat de makers blijven vastzitten in het idee dat ze altijd iets nieuws moeten brengen, om toch maar attractief te blijven. Maar daarmee tonen ze volgens hem dat ze niets kennen van soaps. Personages die 23 jaar lang de spil van de reeks zijn geweest, zet je niet aan de deur, tenzij er iets is gebeurd wat echt niet door de beugel kan. Of Gunter Levy zou zijn Romeo's te veel prioriteit hebben gegeven, maar ik geloof geen van beiden. Hij heeft zo'n gouden hart, beweert Herman Verbaat.